gaan we heel even door, want ik zag hier net, nou ik hier zo zit, bij de vanille, zag ik hier, waar zat hij nou? Ik zat net uit mijn ooghoeken, zag ik hem. En dat is altijd heel moeilijk, want dan moet je goed gaan kijken. En dan zit je hier te kijken, want ik zit hier in de passiflora. De passievrucht. Dan zit ik, kijk, stoot ik bijna mijn kop. Je ziet het bijna niet. Ik stoot me bijna mijn kop er tegen. Nou, toch even doen, hè. Dat is je passievrucht. Nou, het is nu winter hier in Nederland. Is niet meer genoeg licht. Dus we hebben dus geen bloemen meer. Want de passievrucht wil gewoon licht hebben om te zijn. Maar, dat is het mooie ervan. We hebben wel de passievrucht vrucht zelf. De passiflora vrucht. Nou, ga ik eens kijken. We hebben verschillende soorten hier. Heel veel. En dan ben ik altijd benieuwd, is deze nou lekker of niet? Dit is niet de edelus die wij normaal op de markt kopen. Dit is een hele andere. Je ziet het wel, daar zit toch wel het vrucht. En dat vruchtvlees is dan ook niet oranje wat je normaal kent. Het is wit. En dan ga ik ze even proeven. Ja, echt een passievrucht. Maar dit is een hele zure. Maar wel lekker. Dus dat is mooi als je dan hier komt. Hè? Het ene moment is dit in vrucht, het andere moment daar. En dan is het in bloei, dan is het... Dat is het mooie van de tropen. Hè? Je hebt eigenlijk altijd wel wat. Het produceert eigenlijk altijd wel wat. Ik gooi deze gewoon weer op de grond. Hè? Dan kunnen of de kwartjes het eten. Of de zaadjes komen weer op als een nieuwe passieflora. Die overal overheen gaat.